Het 481 jaar oude sacramentschilder uit Bereik vierde dit jaar niet alleen de Teerdag, maar ook drie van hun leden hun 40-jarig lidmaatschap. En er moest een nieuwe koning geschoten worden. Op 8 september werden Frans van Ekert en Jan Royakkers na een vendelgroet thuis door het gilde opgehaald voor de gildemis. De mis werd gecelebreerd door erelid pastor Harry de Groof. En opgeluisterd door het herenkoor onder leiding van Janus van der Broek met organist Johan Biemans. De koningsvogel kreeg een aparte zegening. Na de mis was er de vendelgroet aan het kerkelijk gezag, gevolgd door de tocht naar het gildehuis voor koffie met gebak. De jubilarissen Frans van Ekert en Jan Royakkers werden gehuldigd met een medaille voor een 40-jarig lidmaatschap. Annie Sleddens werd bedankt voor de mooie kransen die ze 40 jaar lang bij iedere inhuldiging van een nieuw lid maakte. Er gaat een nieuwe koning geschoten worden. Men moet eerst de boom vrijen door 3 maal rond de boom te lopen. Het koningsvest hangt onder de boom, ten teken dat het koningschap opengesteld is. De vertegenwoordigers van het kerkelijk gezag pastoor Luc Buijens en het wereldelijk gezag Manon Teus
opende het schieten op de vogel. Na 63 schoten viel de vogel door het schot van Joop Valkenaars. Op het einde van de middag werd bij de nieuwe koning het koningsvest gewisseld, in vendelgoed gebracht en traditioneel bier, koffie of een glaasje brandewijn met suiker genuttigd. Tamboer, roer de trom. Vendelier, presenteer uw vaandel. Nek. Als enige mag de koning over de vlag het gildenhuis betreden om de dag af te sluiten met een Brabantse koffietafel en muziek van de band Quartet Band. Dankjewel, allemaal het smaak oké. Ja.